goedemorgen. Ik zit lekker aan mijn koffie en welkom bij What I Eat in a Day. Super leuk dat je weer kijkt, echt heel gezellig. Ik ga zo sporten, super veel zin in. Fietsen op muziek vind ik altijd heel gezellig. En ik heb mijn sportpakje al aan. Het is van gerecycled plastic gemaakt, deze broek. Super fijn. Koffie heb ik. Ik heb zo net water met citroen gehad. En nu ga ik een lekkere shake maken. De shake bestaat uit blauwbessen, amandelyoghurt. Kan eventueel ook kokosyoghurt zijn. Sap van 1 citroen. Met joldadel. En een halve avocado voor de vetten. En eventueel nog wat havermelk of amandelmelk of water. Dit recept die komt trouwens in mijn nieuwe boek. En mijn mooie rietje erbij. Die kan je kopen op mijn nieuwe webshop. Powfoodiesmarket.com. Cute, hè? Cheers! Ik neem even wat vitamine D. Zomer is helaas afgelopen, dus dit hebben we weer nodig. Ik ben inmiddels op kantoor. Lekker gesport. Vet zwaar. Echt insane. Maar ik heb het overleefd. Ik heb zin in een toast met amandelpasta. Dus die ben ik nu aan het maken. En ik heb hier een lekkere groene juice die ik gisterochtend heb gemaakt. En die heb ik helemaal tot een nok toe vol gevuld. En dan komt er geen zuurstof vrij, dus dan blijft het langer goed. Dat is heel fijn, dus die ga ik lekker opdrinken. En lekker broodjes smeren. Deze amandelpasta, die hebben we gisteren op kantoor gemaakt. Echt super lekker. De klok. Yes, we zijn hier heerlijk aan het genieten. En het is een salade met sugar snaps en pompoen, pesto dressing, zonnebloempitjes, tomaat en paprika en waterkers. Heerlijk. Dit is een cracker met geitenkaas en wat zongedroogde tomatenhummus. Zo, het is nu 2 uur en ik krijg een beetje trek. Dus ik dacht ik ga even een lekkere snack maken, haverkoeken. En dat kan ik gewoon heel goed tussendoor doen. Want ik heb op kantoor een hele mooie keuken staan. Morgen heb ik ook een meeting, dus dat kan ik gelijk ook een lekkere koek uitdelen. Dit zijn de koeken die ik ga maken. Sneak peek van mijn nieuwe boek. Super lekker zijn ze. Ik maak ze best wel vaak. In november komt mijn boek uit. Dus dan kunnen jullie daar ook van genieten. Oké. Wij gaan lekker aan de slag. Ik denk misschien moet ik eventjes naar de winkel om even iets te kopen. Ik denk appelmoes. Dus I'll be right back. Oeh, dit zijn ze dan. Ik ga ze lekker in de oven doen.
kijken wat we hier hebben. Lekkere koeken. Echt grote, maar ze zijn heel lekker. Echt perfect als snack. Dus ik ga gewoon nu lekker. En opeten. Recept in mijn nieuw boek. Ik heb ook boodschappen gedaan. En ik maak even extra veel voor morgenochtend lunch voor het team. Ik had zin in een pinda curry. En die kan je vinden op redcruise.com. Super lekker. En die ga ik nu zo maken. En dan heb ik om 7 uur een lekker maaltje. Yes. Nou, ik heb alles klaargezet. Dit gaan we er allemaal in doen. Broccoli, wortel en paprika voor de tweede keer vandaag. Gember, limoen en knoflook en rode ui. Wit mag ook, maar ik vind de rode lekkerder. Pindakaas en garam masala en geel wortel. Voor de mensen die geen koriander lusten heb ik peterselie gekocht. En kokosmelk plus kikkererwten. Oh ja, en ik heb ook wat currypasta, want ik vind dat heel lekker. Ik laat dit heerlijke gerecht even sudderen. En dan ga ik in de tussentijd jullie vragen beantwoorden. Ik heb gevraagd via Instagram of jullie vragen hadden over voeding. Oké, ik ga er 4 uitkiezen. Oké, vraag nummer 1. Hoe lang kun je de zalmpasta bewaren? In het eerste boek. Zalmpasta van Powerfood. Dat is een goede vraag. Volgens mij staat het er inderdaad niet in. Ik denk 2 dagen in de koelkast. Gesloten in een bakje. Nog een vraag. Do you eat meat at all? Ik eet heel weinig vlees. Eigenlijk niet. Ook zo weinig mogelijk dierlijke producten. Als ik het eet, dan eet ik geitenkaas. Maar dat heb je vandaag wel gezien. Dat kan ik beter verdragen. Feta, schapenkaas, eieren eet ik ook. En soms eet ik wel gevogelte. Maar dan zorg ik wel dat het van een boerderij vandaan komt waar ik weet hoe de dieren hebben geleefd. En dat geldt ook voor de eieren. Thuis in Friesland, ik heb daar wel over gevlogd, hebben we een buurman en die heeft hele leuke kippetjes. En daar haal ik de eieren vandaan. En in New York koop ik de eitjes bij de Farmers Market. Dan weet ik ook waar ze vandaan komen. Dus ja, ik eet wel nog wel dierlijke producten, maar geen rood vlees, want dat kan niet goed verteren. En ik vind ook het belangrijk dat ik het niet al te veel support, want het is niet goed voor het milieu. Ik maak het liefst een plant-based gerechten. Dat was vraag 2. Best after workout food. Dat is een goeie. Van tevoren, dan eet ik niet altijd. Dus soms doe ik het ook op de lege maag. Dat vind ik heel fijn. Vandaag niet, want ik had gisteravond niet zoveel gegeten. Dus ik had trek. Wat ik erna eet is vaak een broodje met ei. Een havermoutje vind ik ook heel lekker. Een smoothie. Een hele dikke. Eigenlijk alles wat mij een flinke boost geeft voor gedurende de dag. Want ik train meestal in de ochtend. Dat vind ik het fijnste. Maar als ik het in de avond doe, dan gewoon lekker mijn avondmaaltijd dat ik eet. De laatste vraag. Where do you find inspiration? Dat is ook een goede vraag. Allemaal goede vragen, jongens. Uit reizen. Naar restaurants toe te gaan. En naar markten te gaan. Maar als ik uit eten ga, dan kies ik altijd voor gerechten die ik niet ken. Wat ik ook heel leuk vind, is om bij mensen, andere mensen thuis te eten. Veel proeven. Nou, dat waren de antwoorden. En ik ga nu lekker even naar mijn curry kijken. Want volgens mij is het helemaal eetbaar. Dan kan ik nu lekker gaan eten. Ik denk dat ik het mee naar huis neem. En de helft bewaar voor
Team Red Cruise. Doe de kikkererwten er nog bij. Zo. Nou, nu is het soepje klaar. Curry. Niet de soep. Zo. Ik ga dit meenemen. Met wat peterselie. Dat doe ik even bovenop. En dan neem ik de limoen ook mee, zodat ik straks wat citroensap overheen kan doen. Yummy! Ik ben alleen op het kantoor. En samen met dit bonpui. Een drukke dag heb ik vandaag gehad, want het boek is nu naar de drukker. En ik moest alles nog checken. Maar het ziet er zo mooi uit. 1 november ligt in de winkel. Je kan hem nu alvast bestellen. Ik heb de link hieronder gezet. Ik blijf voorlopig nog wel eventjes in Amsterdam, in Nederland. Want in verband met boeklancering. En natuurlijk ga ik weer signeren. Houd dus renskoes.com ook eventjes in de gaten. En ik ga er binnenkort op zetten waar ik naartoe ga. Als je in de buurt bent, dan vind ik het heel gezellig dat je langskomt. De andere boeken signeer ik dan ook voor jullie. Ik ben moe. Ik neem de curry lekker mee naar huis. Veel gekookt. Ik vind het belangrijk dat je goed eet. Ook als je druk bent. Daar zorg ik altijd echt heel goed voor. Prioriteiten stellen. Koken. In ieder geval goed eten. Leuk dat je hebt gekeken. Als je nog vragen hebt, dat kan hieronder. En tot de volgende keer. Doei!